team over GTA 5. Namelijk, Sibis komt nu waarschijnlijk nog vrienden van mij online. Die gaan meespelen met mij. Als jullie wel kijkers, moeten jullie ook meespelen met mij. Maar, ik heb één zieke motor gekocht. En, echt, ja. Je moet hem gewoon kopen. Het is gewoon, ja, het beste van het beste. Het is echt, ja, super, ja, super, ja. Je gaat echt rap, bijna een van de rapste motors bijna, als je hem full upgrade. En je kunt er echt zieke wheelies mee doen. Namelijk, ik heb hem al gekocht. Maar de meeste mensen gaan denken van, ja, dat gaat 1 miljoen of zo kosten. Echt helemaal niet. Oké, ik ga je direct hier laten tonen hoeveel het kost. Dus je gaat naar SoutinsAndreasSuperAutos.com. Dan ga je naar Filterlist. Dat gaan we rapper. Motorcycles. Dan ga je een beetje naar beneden. Dan kom je op deze terecht. De Maybachu Manches. 67.000 is echt niet veel. Je kunt er met twee op. En dan kun je hem echt super nice pimpen. Dus ik raad het gewoon jullie aan, als je een motto nodig hebt of zo, pak die motto. Dat is echt. Ik kan ook zeggen tegen mijn vriendengebied, als ze online zijn, dat zou echt nice zijn, moesten ze ook hem kopen. Want dan kun je ook een livestream maken met. Alleen zo'n motorclub. Dat was zo lekker met 10 of zo. Allemaal bijna dezelfde motto hebben ofzo, dat kun je heel snel wheelies trekken. En met deze motto, ik heb hem nog niet helemaal gepimpt, dus... Kijk, ik ga naar de dingen rijden, naar de pimpshop, ik ga allemaal zien wat je eraan kunt doen. Je zegt, ja, ik vind hem echt wel nice. En je moet echt niet rap rijden voor een wheelie te doen, want bij de meeste moet je echt rap rijden voor wheelie te doen. Maar bij die, kijk, sta bijna stil. Die staat bijna stil. Hij bleef jullie doen. Het is echt een super goede motto. Ik heb er nog niet aan gepimpt van snelheid en zo. Dus als je hem nu al rap vindt, ja, dan kan hij nog rapper gaan eigenlijk. Ik vind eerlijk gezegd dat hij echt wel nog rap gaat. Volgens nog niet gepimpt zijn en. Kijk, zelf al even geen gas meer, dat blijft hij in de wheelie. Kijk, ik heb geen gas meer, ik rem gewoon af. Voilà, ze. Ja, ik moet af en toe wel een beetje gas geven, anders valt hij helemaal stil, hè, man. Je kunt er ook mee draaien. Hij wil. Stopje doen. Naar beneden rijden jullie. In de pepshop gaan met Willy. Ja, het is echt. Kijk, ik raad het jullie gewoon aan. Je moet niet van mij, maar als je een motto wil, of eentje wil kopen tenminste, pak die gewoon. Oké, we gaan beginnen bij bodywork. Stock frame, dat is het kader van een motto. Dus dan kan je hem in painted frame. Dat is dat je de kleuren ook kan veranderen. Chrome frame, dat is ja, blinkend. Maar je kunt de kleur niet veranderen, blijft dat wel zo. Dan heb je ook nog stock mugwarts. Dat is ja, dat klepje van voren. Ik zou, als ik ga doen, want nu ben ik echt keer. Ik zou een dienpaar. Je moet een ander pakken, een ander, maar ik ga een dien pakken. Seats kun je veranderen helemaal doorlopend, of zo. Ik weet dat ik zo ga pakken. Wel. Ja, ik weet het nog niet. Ambulance. Dan de achterkant,
hetzelfde, met zo'n ding of zonder. Ik pak zonder, ik weet niet wat jullie wel doen. Dan de tanks, dat is met de benzine moet. Ik weet dat ik die plat heb. Ik weet het niet, of dan die. Ik weet niet, tank de plat. Waar is het dan belangrijk? Iedereen met z'n lijn naar de kapotstraat. En het weer mis hier. Oké, dus dat waren de bodyworks. Dan heb je engine. Ja, dat is voor je motor rapper te laten gaan. Als je geld genoeg hebt, pak full. Hij pakt het meeste, pak level 4. Dat is het beste. Moet geen een nacht 10 pakken. Kun je even gewoon al 10.000 verdienen. En toen heb je ook bijna al 33.000. Dus moet je een nacht 10 pakken of een 12. Blijf even wachten en pak dan direct de meeste, want het is geld te spelen anders. Dan heb je de uitlaten. Wat je ziet, heb je nog een paar verschillende. Ik denk dat ik die heb pakken, die hier, de zwarte. Omdat, ja, ik weet niet, ik vind hem nice langs de ene kant. Maar langs twee, ja, langs twee kanten eigenlijk ook wel. Ik weet niet, ik ga het nog zien. Dan heb je lichten, dat is het licht, ja, dat is meer wit achter, dat is blauw. Je hebt een livery, dat kan je alleen maar in de min doen, dus dat heb je niet echt nodig, tenzij dat je echt iets wil veranderen. Maar het kost echt veel voor maar zo'n klein beetje. Dus ik zou het niet doen, maar dat is allemaal jullie keuze. Ja, dat zijn de kleuren ding te veranderen. Ja, voorkomen gaat nog niet. Transmissions. Zet ook op prijs. Niet op street of sport, zet op prijs. Dat gaat veel beter. Turbo, ja, als je al genoeg hebt ook. Dan wheels. Je kunt maar uit één ding kiezen, maar... Ik zou zeker een paar. Dan rearwheel ook. Ja, kijk, zoals je ziet, echt veel verschillende, maar ik had weer dezelfde paar. Want ik wil een hele motto zelfs achter maken. Zo een dien. Stuk keer 6.000, is 12.000, eigenlijk 13.000. Dan heb je dat hier, het derde zijn, dat kan je niet doen. Dat bulletproof, ja, dat moet je niet echt doen, dat zou dan zijn band niet kunnen kapot schieten, maar... Ja, armor, als je dat wilt doen. En brakes, ja, als je dat ook wil doen. Dat is voor de rem. Welke rem neem je? Dus ja, dat was een beetje van de motto. Ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje goed. Ik kan er gewoon mee draaien en al. Je kunt er makkelijk mee op een ding gaan. Je kunt een jumpje pakken. Kijk, als je een jumpje pakt, kun je direct op één wiel dragen. Kijk, had ik het toen niet. Wat moet je juist hebben gedaan? Fuck, wat kan je niet hebben gedaan? Wacht, hier ga ik een jumpje pakken hier. Hier van de trap. Zie je, ja, het is echt... Als je echt een motto wil, zoek en die pakken. Ik heb ook nog een racemotto. Dus die een baat die 805 of 811, ik weet niet meer. Maar daar ja, kun je wel nog te makkelijker om te draaien met die anderen. Want met die is echt zo nice om, ja, leuk een beetje voor de fun erin. En als je maar een paar rassen ziet, is het echt nice. Want kijk, ik kan zo makkelijk wielen trekken terwijl je echt niet rap rijdt. En dat is echt zot. Hij zo, ik doe mijn hassen. Hij staat dan zo aan de rode licht of zo.
Dan zit dat ze allemaal samen. Dan trek je allemaal weer op. Dan trekken ze weer naar Willy en al. Stoppie, Willy. Oké, gasten, kijk, dat was mijn livestream. Hopelijk heb je ervan genoten. Wil je meer info, stuur even een berichtje naar mij. En ja, geef een like op mijn video. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En ja, hopelijk koop je hem ook of vind je het echt nice. Als je de mod hebt gekocht, stuur me een berichtje. Ik kan altijd iets fixen voor een meeting of zo te doen met die motto's. Dus ja, doe maar ermee als je wil. En ja, tot de volgende livestream.